We zitten hier in een wat curieuze locatie. Ik heb op heel veel plekken gestaan als presentator, maar in Candy Castle. Waarom heb je ons hier uitgenodigd? Deze plek heeft eigenlijk alles wat de bestuurscultuur in Nederland heeft. Het was ooit een kerk, vol met idealen. Daarna kocht een projectontwikkelaar het, want hij dacht voor de woonwijk kan ik veel geld aan verdienen, gooi het plat. Dat lukte niet, het werd gekraakt. Weer later werden hier illegaal uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen, bijna kabinet overgevallen. Inmiddels is het een monument en een speeltuin. En voor mij is dat een fantastische metafoor, omdat ik denk dat de bestuurscultuur, de politieke arena, vinden mensen vaak heel spannend. Alleen, ik ervaar het een beetje als een speeltuin. Dus voor mij is dit niet curieus, voor mij is dit een thuiswedstrijd.